Nog nooit heb ik mezelf zo gezien zoals jij mij ziet. Nog nooit heb jij jezelf zo gezien zoals jij mij ziet. Zelfs wanneer wij elkaar aankijken, hebben wij elkaar niet. We kijken, we blijven. We blijven kijken. We houden vol. Jij mij, ik jou. En houden vol. Maar wie zien wij in wie naar ons terugkijkt? Zien wij wel wie? Of zien wij vooral de spanning van het kijken? Van het doorgaan en doorgaan. En nooit de ogen neerslaan. We kruisen onze blikken, zoals we bogen kruisen. Kruisen zonder buigen. En houden vol. We boren onze blikken alsof we huid doorboren. Pijn of niet te zijn. We houden vol. Doorgaan en doorgaan. En nooit de ogen neerslaan. Ik voel me nu al iets beter, want er zijn een paar minuten voorbij. Ik voel me heel zen, heel tot rust gekomen. Ik kwam eruit en ik kreeg een soort halve nerveuze lachaanval. Ik vond het heel bijzonder. Ja? Ja, ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Oogcontact is minder eng dan ik dacht. Als ik naar haar keek, dan werd zij gewoon steeds vager. En dan ging de omgeving werd steeds heftiger of zo. En op een gegeven moment zag ik ook zijn gezicht veranderen en leek het echt alsof ik een vrouw voor me zag. En met krullen. Op een gegeven moment voelde het alsof ik rond ging draaien. En ik weet niet, het is wel echt een heel intense ervaring. En toen kreeg ik ook een beetje van die vagen in mijn beeld. En bij elke vaag werd haar gezicht weer helemaal anders. Gaandeweg kwam ik erachter dat het eigenlijk meer om jezelf gaat. Ja, je voelt je gewoon heel erg naakt opeens. Ja, ik denk dat de boodschap wel is om dichter bij elkaar te komen. Ik denk dat het idee achter deze performance was gewoon dat je heel erg leert van naar iemand te kijken en daardoor te kijken of je iets te weten kan komen over die persoon. Ik denk dat Marina en Ulay vooral hebben geprobeerd om het uiterste te zoeken. Samen erin, samen eruit, samen er een uur lang in. Ja. We hebben het wel echt samen gedaan. Wat dat betreft voel ik me wel verbonden. Ik wilde wel iets van hem. Ik wilde dat er iets tussen ons zou groeien. Ik denk dat het meer gewoon gaat over het observeren en misschien het idee dat wij mensen spiegels van elkaar zijn. Het kunstwerk heeft daardoor voor mij wel iets meer gevoel gekregen.